bij de volgende tabel is gegeven dat n evenredig is met een macht van t. En je ziet dat er drie waarden gegeven zijn. Nou, hoe los ik dit nu op? Dat ga ik als volgt doen. Als n evenredig is met een macht van t, dan weet je dat je deze formule krijgt. N is a keer t tot de macht p. Ja, want n is evenredig met een macht van t. Je weet dus niet wat de exponent van die macht is, maar je weet dat je dus met a moet vermenigvuldigen. Als er staat n is evenredig, dan is dat dus automatisch recht evenredig. Want als dat woordje er niet staat, weten we dat het recht evenredig is. Nou, nu pak ik in de tabel de waarde t is 2 en de waarde n is 1,82. Dat kan ik gaan invullen. Nou, wat krijg ik dan? Dan krijg je a keer 2, want de t ga ik vervangen door 2, tot de macht p. Dat moet dan gelijk zijn aan 1,82. Maar dit is een vergelijking met twee onbekenden, dus dat kan ik niet oplossen. Dus wat ga ik doen? Ik ga hetzelfde nog een keer doen. En dan pak ik ook nog een ander punt. Dus ik kies hier voor t is 5. En n is 19,7. Je had hier ook 4 en 11,0 kunnen pakken. Nou, dan krijg je a keer 5 tot de macht p is gelijk aan 19,7. Nou, en wat kan ik dan doen? Nou, daar kan ik een stelselvergelijking voor maken. Namelijk a keer 2 tot de macht p is 1,82 en a keer 5 tot de macht p is 19,7. En wat ik nu nog kan doen, is ik kan bij beide stelsels kan ik de a vrijmaken. Dat betekent dat ik bij de eerste vergelijking links en rechts door 2 tot de macht p deel. Nou, dan krijg je 1,82 gedeeld door 2 tot de macht p. En a is ook gelijk aan 19,7 gedeeld door 5 tot de macht p. Nou, er zijn nu twee manieren waarop je verder kunt. De eerste strategie, dat is met behulp van de rekenmachine. En dat houdt het volgende in. Je hebt bij beide vergelijkingen heb je nu de a vrijgemaakt. Dus eigenlijk geldt nu deze vergelijking. Ja, dus dat kan ik eventjes nog hier erbij schrijven. Eigenlijk moet je dit oplossen. Omdat je a op twee verschillende manieren kunt uitrekenen, moet je eigenlijk oplossen 1,82 gedeeld door 2 tot de macht p. Dat moet dus gelijk zijn 19,7 gedeeld door 5 tot de macht p. En dat kun je invoeren op de rekenmachine. I1, dat is dan 1,82 gedeeld door 2 tot de macht x. En I2 is dan gelijk aan 19,7 gedeeld door 5 tot de macht x. Hou even goed in je achterhoofd wat ik aan het uitrekenen ben. Dat wat ik uitreken, dat is eigenlijk gelijk aan mijn a. En die x, dat heb ik nu natuurlijk op de plek van de p opgeschreven. En hier moet dezelfde a uitkomen. En dit staat dan ook eigenlijk voor de letter p. Nou, als ik dit doe, dan geeft optie intersect de oplossing. Optie intersect geeft x is gelijk aan 2,599 en y is gelijk aan 0,300. Dus houd in je achterhoofd x, dat was gelijk aan de waarde voor p en y, dat was gelijk aan de waarde van a. En dan kan ik de formule opschrijven. En dan kan ik zeggen, dus de formule wordt n is gelijk aan, nou, a. Dat moet ik bijvoorbeeld afronden op 1 decimaal, dan maak ik er 0,3 van. Keer t tot de macht 2,6. Stel, ik moet beide afronden op 1 decimaal. Nou, de tweede strategie. Ik vind het zelf altijd interessant om te kijken, kan ik dit ook zonder de rekenmachine doen? Nou, kijk maar mee, 1,82 gedeeld door 2 tot de macht p is gelijk aan 19,7 gedeeld door 5 tot de macht p. Nou, ik kan nu gaan kruislingsvermenigvuldigen. Dus de kruisproducten, die kan ik gelijk staan aan elkaar, want ik heb de vorm breuk is breuk. En dan krijg je 1,82 keer 5 tot de macht p. Dat moet dan gelijk zijn aan 19,7 keer 2 tot de macht p. Nou, nu ga ik die 5 macht en die 2 macht onder elkaar opschrijven. Dat kan ik doen door links en rechts door 2 tot de macht p te delen. En wat ga ik dan doen? Ik ga ook nog eens links en rechts door 1,82 delen. En dan kom ik op deze vorm uit. Nou, dan ga ik hier verder. En nu ga ik een handige rekenregel gebruiken. A tot de macht p gedeeld door b tot de macht p. Dat is gelijk aan a gedeeld door b tot de macht p.
Deze rekenregel die lijkt eigenlijk heel erg op deze rekenregel. Ik zal het even in een andere kleur en op een andere plek opschrijven, zodat je het niet verwacht. En als we dit hebben, a keer b tot de macht p. Dan hebben we gezien dat is a tot de macht p keer b tot de macht p. Met andere woorden, als de exponenten gelijk zijn, dan mag je de grondtallen als product opschrijven. En hier geldt ook eigenlijk, de exponenten zijn gelijk. Nou, dat is een deling, dan mag je er ook inbreuk van maken. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat ik eigenlijk dit krijg. 5 gedeeld door 2 tot de macht p. Ga maar voor jezelf na. Dit stukje is hier gelijk aan. Nou, wat kan ik dan doen? Die a gedeeld door b, die mag ik dan tussen de haakjes opschrijven. Dat wordt 5 gedeeld door 2 tot de macht p. En dat moet gelijk zijn aan de deling van 19,7 gedeeld door 1,82. Nou, dat is 10,824. En dit kan ik gewoon oplossen met de logaritme. Want wat is het tegenovergestelde van 5 tweede tot de macht? Dat is de 5 tweede log. Dus dat doe ik eigenlijk hier aan de linkerkant. Ik pak de 5 tweede log van dit stuk. Maar dan moet ik hier ook de 5 tweede log pakken van dit stuk. Dus wat hou ik dan over? Nou, 5 tweede is 2,5. Dus je krijgt 2,5 log 10,824. Als ik dat uitreken, dan kom ik uit op 2,599. Nou, dat is wat ik voor P uitkrijg. En je ziet, voor P kreeg ik hier met de rekenmachine hetzelfde uit. En de A, die kan ik natuurlijk nu uitrekenen door in één van die twee beginformules in te vullen. Of in deze, of in deze. Want dat is waar A gelijk aan is. Dus stel je pakt 1,82 gedeeld door 2 tot de macht. Nou, dan moet je die waarde van p dan natuurlijk invullen, onafgerond. En dan zie je dat je ook op dezelfde waarde voor a uitkomt. En ook dan geldt dat je op deze formule uitkomt. Nou, hopelijk vond je dit een goede video. Abonneer je dan op mijn kanaal, dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.